Goeiedag, ik ben Danny Doog van de combinatie Team Doog. Samen spelen wij met mijn vader Gert Doog, mijn oom Ad van Vught, mijn grootvader Dries Doog en ook een goede vriend van mij, Juri Meijerhof. Wij zijn al lang in de duivensport, wel geteld 100 jaar. 1922 begon mijn overgrootvader Gerrit met duiven en dat is dit jaar precies 100 jaar, dus we hebben een jubileum. We hebben altijd goed gespeeld vanaf het begin af aan. Mijn grootvader is met mijn vader in 1983 begonnen in Oosterhout. Met duiven van natuurlijk wie anders dan de familie. En ze hebben altijd goed gespeeld. Van 1983 zijn ze begonnen onder de naam Dries de Hoge en Zoon. En dat is op dit moment nog steeds zo. Dus in 2022, dat is wel geteld 39 jaar. En in die 39 jaar hebben we veel successen geboekt. En waaronder 11 keer eerste provinciaal kampioen van Brabant. Een keer of 6-7 bij de eerste 10 van Nederland. En dat zijn wel de hoogtepunten van onze carrière. Zelf begon ik in 2013, na het overlijden van mijn andere opa, met mijn oom Ad, ook in Oosterhout te vliegen onder de naam van Vughtehoog. Ook daar hebben we de nodige successen geboekt, waaronder de eerste NPO Montluçon, de eerste Nationaal Limoges, een eerste NPO Châteaudun en een eerste provinciaal, eerste, tweede, derde en vijfde provinciaal Nice, 3 weken geleden. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Een aantal jaar geleden ben ik met mijn beste duivenmaat uit Groningen ook samen gaan spelen onder de naam Meijerhof de Hoog. En ook daar hebben we vorig jaar al een vierde provinciaal hokkampioenschap gewonnen en een eerste provinciaal ook al gewonnen. Dus dat is al met al heel trots. En vooral wat voor ons heel belangrijk is, zijn de provinciale en NPO overwinningen. En natuurlijk de twee nationale overwinningen. Daar zijn we heel trots op. En die duiven proberen we te behouden. En daar gaan we er zo een paar van laten zien. Dit is van 2015, de 35-17-104, genaamd de Adwin. Dit is onze absolute stamvader van onze hokken. Door deze doffer hebben we vele overwinningen kunnen behalen en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. Nazaten van hem vliegen onder andere de eerste gouden krek hier in Zuid-Nederland. Een eerste provinciaal asduif, jonge duiven, snelheid. Ook een eerste provinciaal Nier-Nies tegen 18.000 duiven. Een eerste provinciaal Melun tegen 16.000 duiven. Een eerste NPO Montluçon tegen 4.000 duiven. En ga zo maar verder. Adwin heeft ongeveer 25 teleteksten aan nazaten gegeven en 32 keer een eerste prijs. Het is de absolute beste duif die we hebben. We hebben hem gekregen van onze eigen familie Gert-Jan de Hoog uit zijn absolute topkoppel waar ook al 6 NPO winnaars uit gekweekt zijn. Het is het beste en het beste van Team Doog. Hier hebben we de laatste zoon die we willen presenteren van de Adwin. Ditmaal Adwin met zijn duivin Tony. Het is de Perfect Boy 900 van 2019, 39, 13, 900. Het is een duif die wij heel erg graag zien. Als jaarling vloog hij amper prijs. Maar we hadden zoveel vertrouwen in hem dat we hem hebben laten zitten. En dat vertrouwen werd uitbetaald. Want als tweejarige won hij een tweede achter een hokgenoot en een negende provinciaal tegen 12.000 duiven. En later in het seizoen won hij ook nog een eerste van Melun met een noordoostenwind. Hij stond dan ook overal in de klasseringen hoog, maar toch hebben we ervoor gekozen om deze duif op de kweek te zetten. En dat is vanwege zijn unieke capaciteit van kweken. Hij is pas 3 jaar oud en zijn kinderen en kleinkinderen vliegen al 7 keer de eerste. Waaronder Storm, de eerste provinciaal Nier-Nies tegen 18.000 duiven. Klein Taske, de eerste Sens tegen 2.000 duiven tegen de wind in en dan ook nog eens 2 minuten los. Doffer speelde nog 2 keer een eerste. Maar ook Anna, die met een
harde wind van achter, een eerste vloog en een zesde provinciaal tegen 16.000 duiven. Met deze duif zijn we blij om ook een topper van Antwerpen te hebben voor de toekomst.